bijzondere ontmoetingen heb ik het ontmoeting met Kelly van de Elze, ceremoniezangeres. Kelly, je bent ceremoniezangeres. Wat gooit dat in? Wat het woord eigenlijk al zegt. Ik zing met name tijdens ceremonies. Dat kan huwelijksceremonies zien. Ik kan ook uitvaartceremonies zien. Een huwelijksceremonie of een trouwceremonie is het gedeelte rondom het jaarwoord, zeg maar, alles wat ermee te maken heeft. En bij de uitvaartceremonies kan het in een kerkdienst of in het crematorium zien, of op een compleet losse locatie, maar echt hoe het afscheid werd genomen, zeg maar. En de songs die ze zingt, is dat eigen werk of zijn dat covers? Ja, dat zijn covers. Mensen kiezen zelf de liedjes. Dus zowel voor een trouwceremonie als voor een uitvaartceremonie is het zo. Soms zijn het liedjes die voor de nabestaanden. Het is natuurlijk een mix. Het zijn liedjes voor de nabestaanden die iets betekenen, maar ook natuurlijk voor de overledenen. Wat iets speciaals heeft gedaan of wat een bijzonder gevoel oproept of een herinnering oproept. Ja. En hoe bent ze daartoe gekomen om dat te doen? Ja, goede vraag. Dat is ontstaan wie we zelf bezig waren met ons eigen bruiloft. Organiseren, plannen en alles daar rondomheen. Toen kwam ik er eigenlijk pas achter dat er zoiets bestond in ceremoniezangeres. Zingen doe ik natuurlijk al heel lang, maar ik heb altijd een beetje gezocht naar wat past dan bij mij om dat mee te doen. Ja, en dit was het voor mij eigenlijk gelijk. Ik ben eigenlijk nooit echt een podiumbeest geweest. Maar ik gooi wel heel erg van zingen. En dan zijn dit precies de momenten hoe ze de gevoelige liedjes kunt zingen, zeg maar. Ja. Maar ze zit zelf niet als podiumzangeres met een succesnummer? Weinig niet. Ik ben geneigd om nee te zeggen, omdat dat niet zo bij me past. Ik ben dat te gespannen voor. Ik geniet daar niet zo van. Dus je hebt mensen die genieten automatisch van het podium en op het podium zien. En voor mij is dat met name heel veel spanning en weinig genieten. Terwijl dat met die ceremonies wel zo is. Dus... Maar dan staat ze toch ook in de picture? Ja en nee. Bij een ceremonie draait het niet om de zangeres. Het gaat om de overledene, om de nabestaanden of bij een huwelijk om het bruidspaar. En dan staat eigenlijk gepast aan de zieling. Dus je hebt geen podium om te pakken. Je begeleidt dat moment. Dus dat is voor mij gewoon een heel groot verschil. Je hebt niet echt een opleiding gehad in de zin van een conservatorium, hè? Nee, ik heb geen opleiding in de muziek gehad. Nee. En dan heb ik onlangs zorg de documentaire van Vera Lynn, van We Meet Again. Ja. Wij kent het niet. En die mevrouw is 100 jaar en die heeft ook nooit een opleiding gehad. En die is eigenlijk gewoon in de wegen lag om te zingen. En dat is altijd fantastisch gewoon. Ja. En toen moest ik toch, dan wist er nog geen Vera Lynn, maar ik moest er toch aan denken van, goh, ik dacht, joh, het kan nog zo. Ja, goed. Veel bestemd, zou ik zeggen. Ja, nou, ik vind het gewoon heel fijn om te doen. En het is uiteindelijk aan de mensen die er dan luisteren, om te bepalen of het er iets duidt of niet. En voor die mensen mogen het niet uit of er een opleiding aan vast zit of niet. Als het binnenkomt, komt het binnen. En ja, als het geduid en duidt het gaat, is het niet zo. Ja. Dus met muziek denk ik altijd wel zo. En het is ook voor een heel groot deel smaak. De ene is helemaal fan van Celine Dion en de ander zegt, oh, tenen krommend, niet mijn ding. Dat is met dit ding ook zo. Ik denk dat mensen het moeten huren om te denken, ja, dat past bij ons, dat is wat we willen. In het teken van dat zingen, hè? Ja. En zus tegen nog wel eens gaat anders doen? Oh, ik heb wel eens nog gedacht, stel dich nou voor dat ik ineens nimmer zou kunnen zingen. Ja. Dan heb ik echt geen idee. Dat zou ik verschrikkelijk missen, want als ik het nimmer doen qua optreden, vind ik het zo heerlijk te doen. Al is het s'nachts in de auto of mij niet doet. Ik zou niet weten wat... Ja, nee, dat zou je echt wel gaan missen als ik dat nimmer zou kunnen doen. Speel ze ook een instrument? Nee, helaas. Ik heb mijn gitaar al... 3 jaar geleden heb ik die gekocht met de intentie om wel gitaar te gaan spelen. Het komt er niet van. En zelf nummers schrijven?
eigenlijk nooit genomen. Nee, ik zing wel dukkernummers in die in mijn zangstand schreef bijvoorbeeld in een studio, maar zelf schrijven, nee. Wat zijn die persoonlijke favorieten? Die idolen? Mijn idool, ja, nou ja, ik ben zelf heel erg van de country. Dus ja, ik vind het zelf wel heel tof wat Ilse de Lange bijvoorbeeld bereikt heeft. Dat is voor mij wel echt een voorbeeld qua muziek, ook qua stijl, wat ik wel heel gaaf vind. Ja, dat zijn er meer natuurlijk, maar ja. Klassiek? Nee, niet per se. Nee, gaat minder, ja. Ja. Ja, nou ik zelf mijn eigen stijl qua ceremonies betreft gaat minder specifiek gemaakt. Dus daar zal wel een randje country aan te huren zien, maar het is niet heel typisch country. Maar zul je nu zo iets los een nummer moeten kiezen, gewoon zo, dan zul je dat waarschijnlijk wel een liedje met meer een country teentje zien. Ja. Dus het zit er in ieder geval uit dat we nog heel lang van dicht kunnen genieten. Ja, dat hoop ik. Wist u een liedje soms? Wist u gelukkig lachend en het ooit van ons gestoomd? Of wist u langs de zijndweg liepst en nooit gebelke geit? Hoe het bengske hoest u mij op slieren bij je nu nog steeds? De wind zingt in het koren, het bengske dat zingt met. Het is alweer in gedachten weer in het ooit gebelke zit. Hoe mijn moeder mij geleerd heeft om te peien. Wie het leven dat zo dik van mij verlangt. Ook al kent ze mij geliefd en niet meer geven. Toch denk ik dat ik nog stil mijn mam doe best bedankt.